Wanneer u op 25 mei het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende politici op de kieslijsten. In Actua Kandidaat laten we u kennis maken met enkele opvallende kandidaten. Elke kandidaat krijgt daarbij de kans om zich aan de hand van een zelfgekozen voorwerp aan u voor te stellen. Exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat-politici om u te vertellen wie ze zijn. Ik ben Petra de Sutter, ik ben gynaecoloog, ik werk in het UZ Gent. Ik ben ook verbonden aan Universiteit Gent. Ik ben 50 jaar, ik heb een zoon van 18. En de vraag die ik natuurlijk krijg nu is van in hemelsnaam, waarom ga je nu in de politiek? Ik zal dat proberen straks wat meer toe te lichten. Maar ik heb wel wat ideeën en idealen die ik wil verwezenlijken. Ik sta tweede op de Europese lijst voor Groen. Net na Bart Staes en wij vormen denk ik een heel goed en complementair duo. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik ben altijd met politiek of in politiek geïnteresseerd geweest. Ik ben nu 25 jaar in mijn vakgebied als specialist in de onvruchtbaarheid actief. En ik denk een jaar of 10 geleden ben ik mij beginnen interesseren voor ja, wat de relevantie voor de samenleving is van wat ik doe. En dan zie je dat er nog wel wat meer is op de wereld dan alleen maar IVF, waarmee ik niks tegen IVF wil zeggen natuurlijk. En ik ben mij dus beginnen interesseren voor maatschappelijk relevante zaken. Ik ben expert bij de Hoge Gezondheidsraad. Ik zit in de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. En dat is eigenlijk toch wel heel interessant, omdat je daar de link tussen geneeskunde en wetenschap en de samenleving echt wel heel goed kunt maken. Dus laten we zeggen dat dat een eerste stap is naar een meer breed maatschappelijk engagement. Nu, daar heb ik eigenlijk geleerd dat wij heel goed werk kunnen verrichten en heel veel zaken kunnen voorstellen aan ministers enzovoort, maar dat het uiteindelijk de politiek is die beslist en de minister kan zeggen heel goed advies van de Hoge Gezondheidsraad, maar ik ga daar geen rekening mee houden bijvoorbeeld. Dus dat is dan iets wat ik geleerd heb of gezien heb en een zekere frustratie heeft teweeggebracht, omdat ik denk van ja, wat is dan de impact van wat we doen? En ik begrijp dat ook heel goed, hè. Op politiek niveau moet je andere belangen ook nog laten meespelen. Maar vandaar mijn idee van, oké, goed, dan stappen we maar in die politiek. In plaats van te blijven zeggen hoe slecht alles gaat en hoe slecht de politici het doen. Zoals vele mensen staan te schreeuwen, dan dacht ik van, misschien moet ik het misschien zelf maar eens proberen. En dat is iets wat eigenlijk, denk ik, kans dat onderliggend gebeuren al 10 jaar aan de gang is. En toen men mij in januari dan vroeg van wilt je op een lijst staan, heb ik eigenlijk vrij snel ja gezegd. Dat was een zaadje dat in zeer vruchtbare bodem is terechtgekomen. Als ik mijn eigen idealen of de manier waarop ik in het leven sta bekijk en ik kijk naar de programma's van alle partijen, dan daar is niets bewust bij. Dat is natuurlijk onvermijdelijk en de enige keuze die je kan maken. Dus ik heb daar niet moeten over nadenken. Er zijn partijen die natuurlijk bij Groen aansluiten, dus daar zou je kunnen over discussiëren. Maar de combinatie van waar Groen mee bezig is, en dat is dus, ja, goed, dat weet iedereen, het sociale en het milieu, die hangen ook heel erg samen. Het zijn ook de mensen die in armoede leven, die de grootste problemen met hun gezondheid hebben, te gevolgen van bijvoorbeeld milieu of voedingsproblemen of slechte voeding. Dit gaat zo samen in het programma van Groen, ja, dat ik eigenlijk niet echt voor een andere partij zou kunnen opkomen. Welke quote hebt u gekozen? Ik heb 2 quotes, maar de tweede ga ik liëren aan de politieke figuur die ik ook nog moet bespreken. De eerste quote is eigenlijk een die mij de ogen heeft doen openen een aantal jaar geleden toen ik hem voor het eerst hoorde. En dat is, je kunt niet op tegen de golven van de oceaan, maar je kunt wel leren surfen. Het is zo dat het leven soms met ups en downs gepaard gaat en niet altijd makkelijk is. Degenen die mijn persoonlijk verhaal kennen, die weten zeer goed waar ik het over heb. Maar je leert daar eigenlijk sterker door worden. En je leert de tegenslagen of je zwaktes gebruiken om er sterker uit te komen. En dus vanuit een zekere kwetsbaarheid kun je sterker worden. En dan kun je ook heel veel dingen verwezenlijken. Dat is eigenlijk mijn levensmotto, zal ik maar zeggen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, ik ga toch beginnen met een figuur die ik al heel lang fantastisch vind en die mij geïnspireerd heeft ook om politiek nu te gaan doen, maar dat is geen Belgische politicus. Dat is Nelson Mandela, iemand die waarschijnlijk nog wel door anderen ook
bewonderd wordt omwille van wat die man heeft gedaan en verwezenlijkt. En ook, ook vanuit een ingesteldheid die ik enorm bewonder. Dus Nelson Mandela is iemand die ik bijzonder apprecieer. In de Belgische politiek vind ik het een beetje moeilijk om één naam te noemen. Er zijn heel veel mensen die ik goed bezig vind, zeg maar, in verschillende partijen, daarom niet alleen bij Groen. Maar ik heb in mijn inleiding natuurlijk Bart Staes al genoemd. Bart volg ik al vele, vele jaren. En ik heb ook over complementariteit gesproken, omdat ik denk dat niemand mij op het eerste zicht zomaar met Bart zou associëren. En dus misschien zijn we een vreemd duo op dat punt, maar we zijn zeer complementair en we zitten helemaal op dezelfde golflengte. Dus ik vind het engagement wat Bart vanuit zijn achtergrond en zijn ervaringen, wat hij allemaal verwezenlijkt heeft, wel bewonderenswaardig. Ja. Wat zijn uw politieke interessegebieden? Ik zou natuurlijk de link willen leggen met die dingen waar ik iets van af weet, zeg maar. En dat zijn dus minder de economische, financiële thema's, waarvan ik vind dat Europa trouwens veel te veel doorgeschoten is, eerlijk gezegd. Maar net dat wat Groen belangrijk vindt, de sociale thema's op de agenda plaatsen. Er is nog zoveel ongelijkheid, niet alleen in ons eigen land, maar binnen Europa tussen verschillende lidstaten. En buiten Europa ja, nog veel erger. Dus alles wat we kunnen doen om die ongelijkheid weg te werken, denk aan het basisminimumloon wat Groen op Europees vlak eigenlijk wel wil installeren. Er zijn heel veel zaken die moeten gebeuren op dat punt. Over gezondheidszorg gesproken, ook daar is er heel veel ongelijkheid. Dat is gebaseerd op het feit dat de nationale wetgevingen heel erg verschillend zijn en Europa daar niet direct kan iets aan veranderen, maar er zijn genoeg middelen om onrechtstreeks of via financiering of op een of andere manier druk uit te oefenen om die ongelijkheid weg te werken. Ik ga een voorbeeld geven. Door de economische crisis is Griekenland nu helemaal een derde wereldland geworden. Artsen zonder grenzen gaat daar nu hulp verlenen. Stel u voor, dat is toch eigenlijk ondenkbaar in Europa. Dat soort zaken mag niet gebeuren. En als er dus inderdaad financiële problemen zijn, economische crisis die moeten opgelost worden, dan vind ik dat men moet rekening houden met de gevolgen die dat voor de bevolking gaat hebben. En bijvoorbeeld niet zeggen van je moet je begroting aanpassen door in je sociale zekerheid te snoeien, maar je defensiebudget moet gelijk blijven, wat men in Griekenland heeft gedaan. Dat is iets waar ik niet bij kan, eerlijk gezegd. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, hebben we met Groen een aantal ideeën. Bijvoorbeeld op het Europees vlak moet er meer democratie komen en meer transparantie. Er zijn een aantal zaken die nu op dit moment weinig transparant verlopen. Bijvoorbeeld onderhandelingen rond vrijhandelsverdragen. Dat is iets wat ik nu een beetje opgevolgd heb. Maar ook de ganse besluitvorming moet democratischer. En dus de invloed van het Europees Parlement, die eigenlijk wel al een beetje toegenomen is natuurlijk ten opzichte van vroeger, die kan nog veel meer toenemen. We moeten eigenlijk proberen de commissie als een soort Europese regering zien, waar het parlement uiteraard mee samenwerkt. Dus wij zijn bijvoorbeeld absoluut niet tegen rechtstreekse Europese verkiezingen of zoiets. En dat zou heel goed zijn. We zijn ook voor een federale kieskring, maar je kunt natuurlijk voor de Europese verkiezingen ook nog veel verder gaan. En Groen organiseert zich daar echt wel heel goed op Europees vlak. En de Europese Groene Partij die heeft inderdaad een heel democratisch en een goed systeem om zijn kandidaten aan te duiden. Dus dat is geen achterkamerpolitiek zoals sommigen dat heel recent hebben genoemd. Er is heel veel democratische partijvoering binnen Groen. En wij zouden dat willen, dat bij alle partijen op alle niveaus gebeurt. Wat hoopt u te bereiken na 25 mei? Toen het uitkwam dat ik in de politiek ging gaan, dan waren de meeste mensen van ja, dat is wel sympathiek en zo. En goed, Groen had mij op de tweede plaats gezet, wat ik heel erg apprecieer, want dat is toch blijk van vertrouwen. Maar toch zeiden journalisten tegen mij, ja, dat is een microscopisch kleine kans. Hè. Groen heeft in heel lange tijden geen tweede Europese parlementair gehad. Nu, als u de recente peiling van een paar dagen geleden hebt gezien, dan denk ik dat iedereen toch wel gezien heeft dat er een aantal percenten bijgekomen zijn bij Groen. En het scheelt niet veel of een tweede Europese zetel komt effectief in zicht. Dus voor mij betekent dit nu eigenlijk dat het van een microscopisch kleine kans naar een strijdplaats is gekomen. En dat is nu natuurlijk met de campagne voor mij een dubbele boost om er 100% voor te gaan. Dus voor mij is het een succes als ik verkozen word en dan ga ik naar het Europees Parlement. Dat had ik nu niet direct verwacht, maar daar ga ik me heel veel zin en goesting doen. Want ik heb in de laatste maanden, hoe meer dat ik ermee bezig was, alsmaar meer enthousiasme en zin erin gekregen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb waarschijnlijk voor jullie ongebruikelijk voorwerp meegebracht, een Boeddha-beeldje. Niet omdat ik hier een of andere religieuze connotatie wil maken, maar wel toch een beetje een filosofische.
Ik heb u al gezegd dat mijn quote ging over golven en leren surfen en dat heeft daar uiteraard mee te maken. Wat wij zien is dat in de maatschappij de dag van vandaag mensen alsmaar meer willen, alsmaar harder willen gaan en dat heel veel mensen, heel veel mensen kunnen dat niet aan en haken af. Dus in ons programma trouwens staat er iets over work-life balance en toch allemaal misschien wat minder of met wat minder tevreden zijn. Ook anders gaan leven, hè. De goede oude naam van de partij van vroeger en meer ecologisch en duurzaam, dat kan niet samen met alsmaar toenemende economische groei en alles wat men dan het neoliberale gedachtegoed noemt. Dat staat er haaks op. Voor mij vertegenwoordigt dit Boeddha-beeldje, dus het boeddhisme, de filosofie, dat mensen die alsmaar meer willen, daardoor niet altijd gelukkiger worden. Integendeel, men wil altijd maar meer en dan word je alsmaar ongelukkiger omdat je dat niet kunt bereiken. En dat gaat over dat verlangen. En dus wat het boeddhisme zegt is, laat dat verlangen los. Wees tevreden met wat je hebt en misschien met wat minder. En dan ga je misschien echt wel het geluk vinden. Dus voor mij is dit een zeer sterk statement of een zeer sterke manier om in het leven te staan. En ook om aan politiek te doen, die boodschap uitdragen, maar dan vertalen natuurlijk in de politieke actie die we met Groen willen doen, vind ik nu mijn levensdoel, zeg maar. Maar hoe meer je de dingen nastreeft en wil, hoe ongelukkiger je bent als je ze niet hebt. Als je dat kunt loslaten en zegt, we zien wel, en als het komt, komt het. Dan heb je alles om wel gelukkig te zijn als je het wel hebt. Dus het is niet dat ik als kluizenaar in een grot wil gaan leven. Of dat ik fatalist ben en zeg van laat maar, er is toch niks aan te doen. Dat is niet wat ik in die filosofie zie. Integendeel, heel actief onrecht bestrijden en ervoor gaan. Dus iemand die mij bijvoorbeeld inspireert, ik heb al over Nelson Mandela gesproken, dat is de Dalai Lama bijvoorbeeld. Met wat die man zegt, daar kan ik mij perfect mee identificeren. Dus in mijn persoonlijk leven, dat is zeker iets waar ik elke dag mee opsta, elke avond mee ga slapen. Boeddhisme zegt ook, elke dag kan je laatste dag zijn. Hè? Dus leef er ook naar. Dat betekent dat je niet moet alsmaar meer willen, meer geld verdienen, hogere posities bekleden enzovoort. Als dat zo is, is dat goed. Hè? Niet dat het niet moet. Maar ernaar streven, vermits het voor veel dingen niet lukt. Veel dingen die ik wil, lukken niet. Dat is bij iedereen wel zo. Als je alleen maar ongelukkig bent voor wat je niet bereikt, dan is het eigenlijk triestig dat je zo in het leven moet staan. Dat is een andere manier.